We hebben volk in de studio en niet zomaar volk. We hebben twee meiden hier van de drumband in Vichten. Dat is onder meer Anne van den Broeke en Cindy van Houten. Dag Cindy, dag Anne. Hallo, goedemorgen. Sint-Cecilia, de fanfare in Vichten, leg eens uit, wat doen jullie allemaal? Wel, we zijn eigenlijk een muziekvereniging die bestaat uit drie delen. En we hebben daarin de fanfare, de drumband en het jeugdensemble. Wij repeteren allemaal apart, maar zijn eigenlijk één grote vereniging. Mm-hmm. En de fanfare die repeteert op vrijdagavond van 8 tot 10. De jeugd die repeteert daar net voor van 7 tot 8. En die kunnen als ze willen ook al eventjes meedoen met de fanfare van 8 tot 9. En de drumband die repeteert op woensdagavond en op zaterdag in de late namiddag. Als we denken aan een fanfare, dan denken we ook aan Marjorette. Hebben jullie die ook of zijn die er niet bij? Nee, die zijn er ooit geweest in Vechten, maar die zijn er nu al een tijdje niet meer. Dus maar het is de klassieke opstelling waarbij je een drumband hebt, waarbij je een fanfare hebt. En ook tijdens de optredens, tijdens de marsjes die je doet, ga je afzonderlijk jullie nummers brengen. Dat is zo eerst. Ja, dat klopt. Afwisselend op straat gaan ze eerst de drumband speelt en dan speelt de fanfare. Maar we hebben naast natuurlijk de straatoptredens, hebben wij ook wel een aantal concerten per jaar. Zo gaan wij onder andere nu in februari hebben wij een Valentijnsconcert en dan ons jaarlijks herfstconcert. En tussendoor is er ook wel eens hier of daar een aperitief concert waar wij te beluisteren zijn. Spelen jullie beide in de fanfare of niet? Wel, ik zelf speel in de fanfare. Ik speel bugel. Ja. Cindy die is lid van de drumband en ik speel op de kleine trom. Voilà. De kleine trom. Ik ga iets bekennen. Ik heb bij mijn jonge jaren ook in een drumband gezeten in Moed en Vlijt in Kuurne. Ja, dat was ook een fanfare. Die bestaat eigenlijk op dit moment nog steeds. Weliswaar in een heel andere omgeving natuurlijk. Maar we hebben toen ook meegespeeld met de drumband in Fedicam. Was voor... je kon daar West-Vlaams kampioen worden. En we hebben daar in al die categorieën toch wel... iedere keer wel een hoofdprijs mee naar huis genomen. Dan moest je naar Brugge, naar zo'n sporthal, je ding gaan doen. Doen jullie daar ook aan mee, aan zo'n dergelijke wedstrijden? Of, aan wedstrijden nemen we niet deel, maar vorig jaar hebben we bijvoorbeeld wel deelgenomen aan de Taptoe in Geluwe. Ja. Wat ook een totaalspectakel was, dat is wel leuk. Dat is wel tof. Ja. Is dat dan zo'n Taptoe waarbij je met verschillende fanfares of drumbanden samen iets brengt? Ja, dat klopt. Met hoeveel waren jullie dan om zo even... nieuwsgierig te zijn? Ik denk dat wij toch makkelijk met 150 personen waren die eigenlijk daar aanwezig waren. En ik denk dat er een stuk of zevental groeperingen waren die elk hun eigen ding gedaan hebben. En we hebben ook samen een stuk gedaan. Cindy, die drumband, dat is wel jouw ding. Als we zo'n drumband bekijken, de ene keer zit daar toch wel iets anders tussen dan de andere keer. Laat ons zeggen, meestal zie je kleine drumbands, die hebben kleine troms, die hebben tamtams, die hebben de grote trom. En daar houdt het dan mee op. Je hebt ook wel van die iets gesofisticeerde drumbands, waar er al xylofoons tussen zitten, waar er al verschillende troms in zitten met andere geluiden. Waar situeren jullie zich? Wij zijn volop aan het groeien, dus wij gaan eigenlijk in die richting uit. Mm-hmm. Tot een jaar geleden beperkten we ons op de klassieke instrumenten. Mm-hmm. Maar ik kan jullie zeggen dat wij volop aan het groeien zijn en dat wij die andere instrumenten volop aan het bespelen zijn. Om dan op latere termijn eventueel ook dit te kunnen betrekken. Je kunt er wat zo nemen. Je kunt er lichte melodie. Klopt. Natuurlijk, als je begint met xylofoon, dan steek je er volledig muziekje in. Als je al begint met die verschillende troms, kun je er toch al... iets meer swing, iets wat dans is, inbrengen. Dat klopt. Dus ik wens u inderdaad al veel succes met die vergroting, die verruiming in jullie drumband. Wat spelen jullie vooral? Uiteraard, als jullie gaan wandelen, dan zijn het marsen die je speelt. Hebben jullie ook stukken, terwijl jullie stilstaan, die specifiek niet mars zijn? Of besluit het gewoon rond marsen dat jullie spelen? Ik denk dat het eerder marsen zijn, gewoon omdat we beperkt zijn voorlopig nog. Omdat we die melodische instrumenten er nog niet bij gebruikt hebben, terwijl we eigenlijk op marsen... Zijn jullie nog steeds op zoek naar mensen die eventueel willen toetreden tot de drumband? Graag, heel graag. Waar kunnen die jongelingen, want het zijn meestal jonge mensen die zich daarop inschrijven, waar kunnen zij terecht om zich in te schrijven? Wel, we hebben sowieso een Facebookpagina van Drumband Vechten. Kunnen ze eventueel contact opnemen? Of ze kunnen rechtstreeks contact opnemen met mij. Dat is geen enkel probleem. Dan kan ik eventueel mijn e-mailadres doorgeven. Is het ook zo dat... Ik spreek nu terug uit mijn tijd. Ik heb vroeger wel wat muziekles gevolgd, maar ik kende er niet zoveel van. Ik ben ook trompet begonnen, maar dat was allemaal helemaal een vergeerd verhaal. Maar als drumbenders waren wij niet allemaal in de mogelijkheid om muziek te kunnen lezen.
Ja. Is dat ook zo bij jullie? Dat klopt inderdaad. Eigenlijk kan ik zeggen dat het grootste gedeelte van onze groep eigenlijk geen notenleer heeft geleerd op de muziekschool. Mm-hmm. Je bent ook niet verplicht om al notenleer gezien te hebben om bij ons toe te treden. Wij kijken waar je start en wij begeleiden je. Normaal gezien, lukt dat? Dat lukt eigenlijk wel. Ja, dat lukte bij ons ook goed. Wij hadden toen een dirigent, George Steen. Ik ga die mens nooit vergeten. En die zong dat allemaal voor. Hoe dat moest klinken. Bam, bam, hé, je kent zo wel. En dat speelden wij dan eigenlijk na een tijdje na. En die corrigeerde ons dan. En dat resulteerde in een aantal weken tot een mooi stuk. Of een mars, zoals die we horen. Dus het is zeer drempelverlagend. Jonge gasten, hebben jullie zin om eens op een trommel te kloppen? Wend u tot de Facebook van de drumband van Vichten. Straks gaan we het nog hebben over een activiteit die dit weekend plaatsvindt. Maar eerst een streepje muziek en wat dacht je van wat trommelgeluiden. We hebben ondertussen nog steeds in de studio Anne van den Broeke en Cindy van Houten. En dat is meer bepaald van de fanfare Sint-Cecilia. We hebben er net al met Cindy heel wat uit de doeken gedaan rond de drumband. Maar Anne zegt van ja, wij zoeken ook eigenlijk nog wel mensen om in de fanfare te spelen. Anne, wat moeten we ze daarvoor doen? Ja, een instrument te spelen, dat is altijd handig als je naar de fanfare komt. Maar we hebben eigenlijk nog van alles nodig. Eigenlijk iedereen die zich geroepen voelt en die samen in een groep wil muziek maken, is bij ons meer dan welkom. Al moet ik daar misschien een kleine kanttekening bij maken, want wij zijn natuurlijk een fanfare. En in een fanfare zitten niet alle blaasinstrumenten. Wij hebben de koperblazer en ook de saxofoons en slagwerk. Ik moet even zeggen dat ik toch geen secties vergeet. Maar bijvoorbeeld dwarsfluiten en klarinetten, die behoren eigenlijk niet tot de fanfare. Die zijn natuurlijk wel welkom in onze jeugd. Mm-hmm. Maar, waarom behoren die niet tot de fanfare? Wel, omdat de fanfare zich als groepering beperkt tot dat soort instrumenten. Anders is het een harmonie. Dan is het een harmonie. Ja, voilà, als er klarinetten en ook dwarsfluiten bij zijn, dan heb je een harmonie. Ja. Dus ja, je hebt al heel wat instrumenten genoemd. Zijn er ook cymbalen bij? Ja, natuurlijk. Maar het is wel zo, als je in de fanfare wilt meespelen, daar moet je wel kennis hebben van de notenleer. Ja, dat is toch wel handig, ja. Hoeveel jaar moet je normaal doen om genoeg competentie te beschikken als meespeler in de fanfare? Wel, eigenlijk als we nu zien naar onze jeugd, die kunnen eigenlijk al starten als ze een jaar instrument geleerd hebben. En eigenlijk leer je daar ook heel veel uit om samen te gaan spelen. Je leert ook veel sneller dingen dan dat je... Je weet ook waarom je een instrument aan het leren bent. Als je voelt dat je in groep iets kan doen, is dat veel plezanter dan op je kamer zitten repeteren. En voor de fanfare is het misschien wel handig. We proberen nu eigenlijk al een beetje voor doorstroming te zorgen door het eerste uur van onze repetitie muziek te spelen die ook wel doenbaar is voor de jeugd, die misschien voor hen wat meer repetitie nog zal vragen dan voor de mensen van de fanfare zelf. Mm-hmm. Maar wat eigenlijk de doorstroming ook makkelijker maakt, dat ze ook voelen van oké, als wij daar ons een beetje voor gaan inzetten, dan lukt dat al om mee te spelen. En dan tijdens het tweede uur dat de fanfare repeteert, spelen we dan iets moeilijker werk. Zijn er op dit moment instrumenten die nog echt wel ontbreken in de fanfare? God, ik denk dat eender welk instrument dat tot onze doelgroep behoort, zeker het is niet zo dat je zegt, op dit moment hebben we wel nood aan, een specifiek instrument wat we eigenlijk er nog bij horen of willen hebben. Goh, ik denk dat wij op heel veel rangen nog wat versterking kunnen gebruiken, dus het zou heel fijn zijn dat eender wie zich geroepen voelt, is bij ons welkom. Hoeveel keren komen jullie naar buiten met de fanfare op jaarbasis? Ongeveer zo? Is dat één keer per maand? Is dat meerdere keren per maand? Nee, dat is niet zoveel keer per maand. Dus wij repeteren wel wekelijks, mm-hmm. maar we hebben dus één groot concert per jaar, het herfstconcert. Tussentijds ook normaal gezien nog wel iets in het voorjaar. En dan gaan we toch een zevental keer op stap per jaar. Dat zal het zo. Ik was er misschien wel een gek in. Ik deed liefst van al de repetities. Maar daar zo naar buiten komen, die kostuum aan, die kipie aan, dat lag mij niet zo. Maar goed, het kan mezelf liggen natuurlijk, hè. Ja, maar het is ook niet zo dat wij voor alle optredens vol ornaat moeten zijn. En ook bijvoorbeeld voor ons concert is de klederdracht, of hoe zeg je het, ook al ietsjes losser. Het is gewoon iedereen in het zwart. Niet misverstaan, ik deed het wel graag, maar ik prefereerde eigenlijk wel de repetities, omdat dat heel los was. Ja. En je behoorde ertoe, je kon de stukken spelen. Ja. De zenuwachtigheid was ook niet zo groot en ik denk dat je vaak tijdens de repetities mooiere afwerkingen hebt. Of is dat niet zo? Soms kan een beetje adrenaline zorgen voor een nog betere prestatie. Goed, ik denk dat we ongeveer alles weten wat betreft de fanfare. Maar nu, meer specifiek, dit weekend staan jullie met een activiteit in Vichten. Dat noemt This is Music, the 80s edition. 80s, dat zegt iedereen al wel iets. Dat is een hele leuke muziekperiode.
Ik denk dus dat jullie daar hele leuke stukken zullen brengen. Ja, dat klopt inderdaad. Dus als je inderdaad aan de 80's denkt, dan denk je aan bepaalde grote artiesten en bepaalde heel gekende nummers. En dan kom je heel dicht in de buurt met hetgeen wat wij brengen dit weekend. Gisterenavond was de première. Vanavond spelen we ook nog eens, maar die zaal is eigenlijk uitverkocht. En morgenavond hebben we ook nog een optreden waar er nog wat kaarten beschikbaar zijn. Die kaarten die kosten €12, zie ik. En het vindt plaats morgen namiddag om 18 uur tot 20 uur. Het duurt zo'n ongeveer 2 uurtjes. En het gaat door in de Stringen in Vichten. Dat is een ontmoetingscentrum, verneem ik, denk ik. Dat is eigenlijk een kleine schouwburg, ja, mag ik het eigenlijk noemen, met heel comfortabele zetels. Oh. Dus het is niet een gewone zaal. Het is echt een mooie plek om een show te geven. We hebben die kans ook met beide handen gegrepen. En we gaan zorgen voor een totaalspectakel. Het is specifiek de drumband die show heeft. Klopt. De fanfare heeft op dit moment er niets mee te maken. Maar we hadden het net van, ja, je zegt van, die drumband bestaat eigenlijk uit het klassieke. Ik vermoed dat er een verrassingseffect in zit vanavond. Dat klopt. We zorgen inderdaad voor een totaalspectakel, een ganse show. We hebben nog kosten, nog moeite gespaard om ervoor te zorgen dat iedereen aangenaam verrast wordt doorheen de show. Mm-hmm. En dat iedereen met een heel blij gevoel naar huis kan gaan. De kaarten kosten inderdaad €12 aan de kassa. Maar als je eigenlijk op voorhand nog reserveert, dan zijn ze €10. Dat kan nu al, hoor ik. Dat jullie klopt. Hebben nog een gsm-nummer of een locatie waar die kunnen besteld worden? Dat klopt. Jullie kunnen, mensen die geïnteresseerd zijn om morgen om 6 uur nog naar onze show te komen kijken, die kunnen bellen naar het nummer 0470-10-61-75. Dus 0470-10-61-75 voor die felbegeerde kaarten. Morgenavond zijn er nog een aantal plaatjes en daar kun je die bestellen dus voor This Is Music, die 80s edition. Je gaat er niet ver op in, hè, over het verrassingseffect. Je wilt het echt wel behouden voor de mensen die komen. Klopt. Als je zegt die 80s met gewone troms gaat het niet, je moet er wat melodie in krijgen. Ik heb al gehoord, er wordt ook gezongen. Dat klopt inderdaad. De 80's is ook een stukje, ja, er zijn heel bekende artiesten, dus we maken ook wel een feel-good show. Dus er zitten wat extra verrassingsjes eigenlijk in. Kun je zo, of mag je zo één nummer noemen dat je zegt van, dat is er bonk op die avond? De bekendste artiest uit de 80's, ik weet niet of je zelf spontaan aan iemand denkt. To Unlimited had je daar in die richting? Dat had een mogelijkheid geweest. Maar ik denk dat niemand met een grote hoed. Kijk, jij hem niet direct voor de geest. Mr. Michael. Ach, de Michael. Ja, ja. Dat zou inderdaad wel heel puik er kunnen uitkomen. Ja. Daar kan heel wat drumwerk in. Dus mensen die hier vanavond niet kunnen bij zijn, omdat het volzet is, maar toch wel morgen de moeite troosten om 18 uur in Vichten, in de Stringen, te gaan kijken naar This Is Music, die 80s edition, die kunnen nog kaarten bestellen op 0470-10-61-75. Cindy, Ann, hebben jullie nog iets toe te voegen aan het volledige interview of hebben we alles gezegd? Goh, ik denk, de mensen moeten maar eens komen zien en ik denk wel dat ze verrast zullen zijn. Oké, okay, succes bij alles wat je doet. Hopelijk krijg je van morgenavond nog de laatste stoeltjes gevuld. En je weet het, dames, als er nog eens iets te doen staat, onze deuren staan altijd open. Dank u. Hartelijk dank. Dank u wel.